Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. We kunnen het goed zien op de satellietfoto. Vanuit het westen is de bewolking aan het toenemen. Vooral in het oosten schijnt het misschien nog even de zon, maar al snel zal ook daar de bewolking gaan overheersen. Tegen de middag volgt er vanuit het westen een tijd lang regen. Het wordt dus een regenachtige middag, daarbij wordt het 12 of 13 graden. En de Zuidwestenwind neemt behoorlijk toe, die wordt matig boven land en aan zee vrij krachtig, windkracht 3 tot 5. Ook vanavond is het bewolkt en regenachtig. Het koelt af tot een graad of 10, verder aan de kust nog steeds een stevige wind uit het zuidwesten, windkracht 5 of 6. Dan morgen zal de bewolking op veel plaatsen nog steeds overheersen. In de ochtend valt vooral in het oosten wat regen, later op de dag verspreid misschien nog een spat regen, voor 12 tot 14 graden en de wind draait naar westelijke richting en blijft vrij stevig doorstaan. Vrijdag en zaterdag is het op de meeste plaatsen droog, met vooral vrijdag ruimte voor de zon, zaterdag wat meer bewolking. De middagtemperatuur ligt rond een graad of 13, op zondag is het weer op de meeste plaatsen bewolkt en volgt de regen bij een graad of 14. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.